In hotelrestaurant Otto in wijk bij Duurstede hebben ze iets nieuws. Kleine bioscoopzalen waar je zelf de baas bent. Wat eigenlijk het idee is, en dat is ontstaan inmiddels alweer 10 jaar geleden... toen ik met mijn vriendin naar de bioscoop ging en wij samen in de zaal zaten... zonder andere bezoekers. En toen dacht ik van wauw, eigenlijk is dit wel heel gaaf... als je zelf met je eigen gezelschap helemaal van de film kan genieten. En zo is het idee eigenlijk geboren. Het voordeel van hier naar de bioscoop gaan, de deur uitgaan, is dat je echt een avondje uit hebt. En dat is natuurlijk niet te vergelijken met thuis op de bank film kijken. En dan moet je nog steeds zelf naar de koelkast lopen. En ben je misschien snel afgeleid door een pakketje wat bezorgd wordt of een van de kinderen die wakker wordt. En hier ben je echt in een cocon de deur uit. Word je bediend. Je kan ook vanuit de app tijdens de film eten en drinken bestellen. En dat wordt dan netjes in de zaal bezorgd. Dus je hebt echt een ontspannen avondje. Het is je eigen film kijken in een luxe setting en gewoon in een hele fijne stoelen, een goed scherm en goed geluid. Dit is de app die we gemaakt hebben en hier vind je het complete filmaanbod. Kan ik een van de zalen kiezen en daarna reken ik af en heb ik mijn eigen bioscoopzaal. Maar iedereen hier vindt zijn kind het allerbelangrijkste, maar niemand vindt het belangrijkste. Ja, tijdens de film kan je de film pauzeren, maximaal 15 minuten. Eten en drinken bestellen, het geluid wat zachter zetten of wat harder als je dat wil. En eventueel ook het licht bedienen, want er zijn ook mensen die het prettig vinden, bijvoorbeeld met kleine kinderen, om het licht aan te laten tijdens de film. En omdat je lekker privé bent, kun je hardop kletsen, lachen en commentaar geven tijdens de film. Nee, tijdens de film wordt niet gekletst. Alleen bij pauzemomenten en ervoor en daarna. Ja, gewoon een leuk film kijken met z'n allen. Ga je niet zitten kletsen tijdens de film. Gelukkig is maar één iemand die de app heeft, dus ik kan het zelf stiekem allemaal beslissen. Is hij Duits? Hoppa, Gangnam Style!